Wat mij zo getroffen heeft in vele jaren dat ik dus Wijsbegeerte van de Kunst doseerde, was dat ik persoonlijk ook, hier laat ik mezelf dus ook zien, ik kon me dus uitstekend vinden in Plato, met name Plato, minder in Aristoteles, maar liever in Plato. Uitstekend in Augustinus, iets minder in Thomas, dat vond ik al vrij saai, die het allemaal natuurlijk wel goed wist. En dan krijg je dus die merkwaardige omslag, ook in de kunstbeleving, dat ik... Denkt u maar aan de Sublime, hè? Dus, mm-hmm. Dat is die grote stroming begint al in de 17e eeuw, 18e eeuw, Kant schrijft er ook over, maar het begint in Groot-Brittannië, waar het vooral erom gaat, hoe beleef ik het? Wat vind ik ervan? Hè? Dus ik zou zeggen, ik hou meer van Piero della Francesca omdat het een schilderij is wat op zichzelf mooi is, staat op zichzelf, objectief dus meer. En dat is ook typisch wat meer, waarschijnlijk meer katholieke kerk ook in dat kader zit. Terwijl het belangrijkste voorbeeld is, wat wij tegenwoordig nog steeds kennen in het subjectivisme of in de Sublime, is dat je de leader destijds, iemand als Edward Burke, die is tegenwoordig ook bekend onder andere namen, stichting hier, dat Burke dus niet alleen over het liberalisme schreef, maar ook over de Sublime schreef, dat je kriebels in je buik krijgt wanneer je dus over de Alpen liep en dat je hier gewaar werd hoe machtig die Alpen waren. Nou, dat kennen wij nog steeds. Wij zitten met ons bier en ons pinda, zitten we voor de televisie. En bij Kant was het de hemelruimte. En iedereen schiet elkaar dood, maar wij zitten rustig in onze leunstoel of we liggen zelfs in bed. Dat is dus het typische hoe ik het beleef. En die omslag, dus dan zijn we dus een paar eeuwen terug, hè, daar zijn we dus in ieder geval... Abiyoum, dat vind ik, daar beleven we nu wellicht de uitlopers van. Ja, ik spreek zelf wel over belevingssolipsisme en die context, eigenlijk de reductie van de menselijke ervaring tot de beleving, die ook heel sterk op de impuls werkt, enzovoort. Maar goed, als dat de situatie is, u zegt van nou, dat is eigenlijk een crisis die zichtbaar wordt, tegelijkertijd wordt daar ook een dynamiek openbaar. We zien dat het politiek tot bepaalde verschuivingen leidt, we zien dat het ook in de richting van de kerk tot verschuivingen. Wat is uw antwoord daarop? Of is het, we leven niet meer in een maakbare samenleving, dus tegelijkertijd moet de mens wel wat doen. U heeft daar ook bepaalde gedachten over. Wat voor model heeft u in relatie tot deze problematiek dan in gedachten? Wat voor soort antwoord? En is dat levensvatbaar? Kan dat zo'n impasse doorbreken? Dat zijn twee vragen. Ja, nou, ten eerste zou ik beginnen met u bent voorzitter van het verbetering van het onderwijs. Hè, dus ik begin bij het onderwijs. Dat wil dus ook zeggen, er is al eerder over geschreven door, ik weet niet meer uit zijn hoofd, maar hij had zich vooral bezig met deugden, een hoogleraar uit Nijmegen, dat de deugden natuurlijk van groot, dat wij de deugden weer zouden moeten oppoetsen. Dus dat is het spoor van wat McIntyre ook inslaat, hè, met After Virtue onder andere. Dus precies in reactie ook op die moderniteit. Maar ja, dat blijft toch ergens wel een voorstel. Hoe verhoudt zich dat tot inderdaad een consumptiemaatschappij? Want de deugdenleer is ook misschien enigszins toch in de lijn van het katholicisme. Ja, maar ook in de lijn van het protestantisme. Ja, nee, tot op rechtvaardigheid is toch een hele protestantse gegeven? Nee, maar wat ik bedoel is dat een deugdenethiek zich moeilijk verdraagt met een algeheel democratiseringsproces. Nee, dan laat ik het over een andere boeg gooien. U staat zelf ook in het onderwijs. Wat mij getroffen heeft, dat toen ik begon te doseren, nou ja, toen dan ben je zo'n beetje van diezelfde leeftijd ook, dus dat is natuurlijk al een beetje anders. Maar op een gegeven moment werd het me heel duidelijk dat men eigenlijk wel heel graag ziet dat jij dus de leiding neemt. En wat mij daarin getroffen heeft, dat is mijn adagium, en dus als ik praat over leiderschap, is dat voor mij de kern van het leiderschap. Dat is dus dat je dus weliswaar bereid bent om het te weten, om het maar zo te zeggen. Maar tegelijkertijd ook de bescheidenheid hebt, of de kwetsbaarheid hebt, of de echtheid hebt, want dat kom je bij elementen uit waar die jonge mensen heel graag nu zien, die je juist in het onderwijs, en dan praat ik over van lager onderwijs of tot... Maar dat is ook het authenticiteitsthema. En dat is een heel belangrijk thema. Ja.
opdat mensen zien dat er geen dubbele bodem zijn en geen dubbele agenda zijn. Maar zegt u dan ook dat een deel van de crisis die zoals die zich heeft gemanifesteerd, juist ook het falen is geweest van die leiders? Ja, en dan komen we terug, dan zal ik mezelf nu tegenspreken. Mm-hmm. Dat er natuurlijk een heleboel leraren en hoogleraren zijn geweest die allemaal in die ivoren toren zaten. We kunnen de priesters er ook bij rekenen, misschien een enkele dominee zelfs ook. Die dus allemaal menen dat zij het weten. Het autoriteitsdenken wat heel lang is geweest. Maar hoe verhoudt zich dat tot dat idee van leraarschap? Dus, dat zit op dat precaire punt natuurlijk. Jawel, maar het gaat natuurlijk om wat voor autoriteit je dan wil zijn. En zoals we allemaal weten, gezag kun je alleen maar krijgen. Macht kun je hoog nemen, maar gezag kun je alleen maar krijgen. Ja, dus daar kom je eigenlijk op een heel bazaal, maar heel belangrijk. En in de jaren 60 denk ik ook onvoldoende doordacht onderscheid tussen macht en gezag. Ja. En niet alle gezagsverhoudingen zijn machtsverhoudingen. Nee. Zo zijn ze nogal eens gedeconstrueerd. Nou kan je zeggen, nou leeft gezag van ontzag. Ja. En die ook van de gezagsdrager zelf die ontzag heeft voor datgene wat hij belichaamt. En ook dat hij ontzag heeft voor degene die hij mag opvoeden. Dat is een van de mooiste taken die een mens in zijn leven kan hebben. Behalve dat de dienstbaarheid de grootste deugd is die je kunt hebben. Mm-hmm. Dat is dat je ontzag mag hebben voordat je met mensen mag omgaan die opgroeien. En anderzijds kampt de kerk nu zelf natuurlijk ook met haar problemen. Waar ze niet erg trots op kan. Nee, de kerk kampt altijd met problemen. Ja. Dus maar nu is het de openbaarheid, dat ik als eerste opmerk. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat het nog een vooruitgang ten opzichte van de situatie niet in de openbaarheid. Precies, dat is misschien goed als ik dat. Nou, hebt u straks al op gealludeerd, misschien kan ik dat eerst als antwoord geven. Dat ik wel moet vaststellen, voor zover ik met mijn neus daar op het Vaticaan zit, dat er natuurlijk nog steeds twee culturen zijn. De ene cultuur is nog een oude hofcultuur. Van het gaat wel over. Heldering heeft daar prachtig over geschreven toen de schandalen hier uitbraken in NRC, in zijn column. Hij schreef toen, wat moet een hele grote onderneming doen? Die moet zo lang mogelijk dat proberen te ontkennen. En wat is de grote multinational van de hele wereld? Dat is de katholieke kerk. Zo ongeveer schreef hij dat. Mm-hmm. En die teneur die hij daar aanwees, is stellig een gedeelte van de cultuur die nu aan het weghebben is in het Vaticaan, maar die een paar jaar geleden nog zeker was en die nog niet helemaal weg is. Mm-hmm. Dat wil zeggen, wij maken de zaken niet groter dan ze zijn. Er is al ellende genoeg, dus we houden het liever stil dan dat we erover praten. Dat vind ik dus buitengewoon onmodern, als ik even het woord over mag nemen van u straks. De enige manier waarop je echt leiderschap kunt geven, of het nou de katholieke kerk is, of het is de Amrobank, dat is dat er transparantie geschiet, voor zover dat mogelijk is, dat er transparantie geschiet, dat er openheid is, dat er duidelijkheid is, dat er het mea culpa is, dat je dan zegt, ik heb het verkeerd gedaan, ik moet zeggen dat ik het niet goed heb gedaan. Kijk, die katholieke kerk is natuurlijk wel niet alleen een instituut. Hè, dat is het moeilijke in die ecclesiologie van de katholieke kerk. De katholieke kerk is natuurlijk een instituut met zondige mensen en nog zondiger mensen. Maar het is tegelijkertijd ook, zoals het in de Bijbel staat, bij Paulus, de bruid van Christus en het lichaam van Christus en bedoeld door Christus. Dat wil zeggen dat de kerk tegelijkertijd zondig is en heilig. Dubbel dus. En dat is een heel moeilijk kerkbegrip. Dat waar wij mee zitten, vooral als je dus Paul Witteman zit, kun je dat niet in twee zinnen uitleggen. Maar het is wel een kernpunt van die katholieke kerk. Vandaar dat dus ook die cultuur zo lang op die wijze is gebleven. Er zit in de orde natuurlijk als zodanig ook wel een enorme opgave, om niet te zeggen een spanning. Het risico dat omdat je die idealiteit zo hebt vormgegeven en daardoor ook de priester, de kardinaal, de paus in een bepaalde positie stelt, dat dergelijke conflicten juist door dit soort hiërarchische dienstbaarheid ook wel als keerzijde hebben, dat ze precies onder de pet blijven. Dat ze niet openbaar worden. Of dat ze... Nee, dat is inderdaad een gevaar. Je kunt zeggen welke andere structuur zou beter zijn. Hè? Zou die misschien snel aankomen bij de egalitaire structuur? Maar zoals Jezus zei, zoals wij het lezen, heeft tegen Petrus gezegd. Hè? En hij verschijnt aan Petrus, aan Kefas, aan de elf. Maar dat is een van de punten geweest van het Tweede Vaticaans Concilie. Waar, in tegenstelling tot wat wel eerder was bij de protestanten, namelijk dat de leek ook een hele hoge taak heeft. Dat is al voorbereid door iemand als kardinaal Newman in de 19e eeuw in Engeland. Dat de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gelovigen heel groot moet zijn. Vroeger was er nogal eens een spraakgebruik. Waarin de priester sprak tot de beminde gelovigen. Maar hij moet formeel zeggen. De medegelovigen, met andere woorden. Die nu zou de katholieke kerk ook toch niet meer kunnen handhaven. Dus het is een omslag geweest in de jaren 60 ten goede. Waarin dus de leek een veel grotere verantwoordelijkheid kreeg.
Dat is één. Twee is, door deze ellende die wij nu, waar wij nu in zitten, en waar die nog niet over is, ook in Nederland, daardoor is er pas kans ontstaan dat men in Rome inzag dat die cultuur om moest. En een van de eerste daarvan is Mirabile Dictu, Benedictus XVI. Ik kan zelfs dat met name doen, maar de vroegere staatssecretaris, dat is de een, dat, laten we zeggen, dat is de minister-president van Nederland, zou ik maar zeggen, of van het Vaticaan, die vorige, dat was echt iemand van de oude stempel, die betekenis van we houden onder de pet wat onder de pet te houden is. Maar nu kunnen we alleen nog gezag terugwinnen, voorlopig nog niet, terugwinnen wanneer de transparantie zo groot als mogelijk is en wij volledig boete doen en het boetekleed aanhouden, maar schuld bekennen. Ja. Maar ik wou nog één opmerking maken over wat ik daar straks zei met betrekking tot die misbruiken. Ik heb al van meet af aan ervoor gepleit, de eerste keer toen ik bij Paul Witteman ben geweest, dat ik eigenlijk beter vond dat de staat der Nederlanden zich er ook mee zou bemoeien, wat de katholieken betreft. Mm-hmm. En ook, ten tweede, dat de discussie moet worden verbreed. Want als ik even nog uw geheugen in dit opzicht mag opfrissen, als ik het even dit thema dan af mag maken, voor zover ik daar iets over te zeggen heb. Toen ik de laatste keer mijn kop verloor ongeveer, niet omdat ik niet meer na kon denken, maar omdat ik zo agressief werd bejegend bij De Wereld Draait Door over dit gegeven. Mm-hmm. En daar apart van was overgevlogen. En toen men mij alleen maar wil neerzetten als een vertegenwoordiger van het criminele instituut. Toen heb ik gezegd, goed, ik wil wel komen, maar ik wil dan wel graag dat er een senator, een filmfragment wordt getoond van de VARA uit de jaren, 20 jaar geleden, waarin blijkt dat de maatschappij heel anders dacht over dit verschijnsel van kindermisbruik. En dat is toen getoond, nou, iedereen was nog veel bozer. Toen heeft de volgende dag het Nederlands Dagblad het voor mij opgenomen. Toen heb ik een groot interview in de Volkskrant gekregen waar ik het ook mocht uitleggen. Toen heeft de VPRO in het programma Alle Andere Tijden, historisch programma, heeft toen uitgelegd hoe ongelooflijk onze maatschappij is veranderd. Dus wat ik alleen maar wil zeggen is, we moeten ondanks het feit dat wij het boetekleed moeten aanhouden, want wij zijn veel schuldiger dan iedereen, want wij menen zo goed te weten hoe wij dat mensen het moeten vertellen, dat hou ik beslist, moeten we tegelijkertijd ook dit maatschappelijk verbreden.